De Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken voerde op 30 oktober 2024 een controle uit de Welgedag A en aan de Bommaweg. Twee supermarkten voldeden aan de regels, maar supermarkt D aan de Bommaweg werd gesloten wegens ontbrekende prijsaanduidingen op aardappelen en sojaolie. Er is beslag gelegd op de goederen en een procesverbaal is opgemaakt. Het ministerie vraagt winkeliers om mee te werken en roept de samenleving op vermoedens van prijsopdrijving te melden. De Rotary Club of Paramaribo organiseerde samen met de Rotary Club of Paramaribo de 20e editie van het VOJ Student Excellent Award project. Met steun van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 15 topstudenten op VOJ-niveau volgden trainingen in persoonlijke coaching, presentatievaardigheden, communicatie en mentale gezondheid. 10 van hen gingen door naar de finale op 30 oktober, waar zij een presentatie gaven over hoe succesvol te zijn voor een jury van Rotarians. De jury beoordeelde hen op motivatie, uitdrukkingsvaardigheid en buitenschoolse activiteiten. De strafzaak tegen OW alias Kapalani werd op 23 oktober 2024 voortgezet, waarbij hij wordt beschuldigd van meerdere strafbare feiten, waaronder wapenbezit en poging tot doodslag. Wegens afwezige getuigen verzocht de vervolging dat JK de volgende keer wordt meegenomen en er opnieuw gedagvaard wordt en een nieuwe zaak wegens afpersing tegen de gedachte werd ook ingediend. De zaak wordt voortgezet op 11 december 2024.